Dit moment zullen alle Vitessenaren niet snel vergeten. De beslissende treffer van Gio Santuria op 14 oktober. Ja, wat een mooie dag. Ja, absoluut. Dat is een moment in mijn leven die ik niet snel ga meer vergeten. 14 oktober 2011. Dat was een mooie overwinning. Die denk ik heel lang bij gaat blijven bij de mensen. En waar denk je dan als eerste aan als je daar aan terugdenkt? Over de... Ten eerste natuurlijk over de overwinning en hoe we dat hebben gedaan, hoe we stand hebben gehouden, heel knap. Want, we stonden toch aardig onder druk en na afloop was het een groot feest. Het feestje na de wedstrijd, de terugweg van Nijmegen naar Arnhem, dat was een genot om mee te maken. Vitesse heeft een goed trainingskamp achter de rug. De Arnhemmers hebben hard getraind en lijken klaar voor de derby. Ja, maar ja, dat zijn wedstrijden op zich, dat weet je van tevoren als zo'n wedstrijd is. En, ik moet zeggen, we zijn er allemaal klaar voor en we hebben er heel veel zin in. En, als we in deze flow zitten waar we in zijn geëindigd, ja, dan moeten we die kunnen winnen. Ja, toch lijkt het me wel lastig, want de as van jullie ploeg met Kasia, met Boni en Anan, ja, die zijn er niet. Is het daarom extra moeilijk? Nee, ik denk dat je zegt, de trainingskamp hebben we goed gedaan en goed gewerkt. Ja, je ziet gewoon die jongens die er nauw staan, die het ook goed doen. En, wat ik al zeg, het zijn wedstrijden op zich. Je wordt vaak gekeken van vechtlust, maar ook ik denk als we dat leveren, dan hebben wij meer kwaliteiten. Dus. De wedstrijd van aankomende zondag is extra bijzonder, omdat er door de diverse supportersgroepen een enorm spandoek is gemaakt om de zieke Theo Bos te steunen. Ja, kijk, natuurlijk zijn dus dat soort dingen, als je die te horen krijgt, verschrikkelijk. En dan krijg je wel een brok van in de keel. En natuurlijk is het mooi als wij die man daarmee kunnen steunen. En hij is onze trainer geweest. En we weten hoe hij als persoon is. Hij weet hoe wij als persoon zijn. Dus het komt uit een goed hart en hij weet dat we allemaal achter hem staan. Ja, ik moet zeggen, we hebben ook een steentje erbij gedragen natuurlijk als groep zijn. En, iedereen weet ervan en je merkt in de groep dat het enorm leeft. We leven echt mee met hem. En, het is gewoon een fantastisch gebaar. En, het is ook iemand die dat echt verdient. En, dit is alleen maar mooi.